hier ligt die poen. 2,5 miljoen. Wat zou jij ermee doen? Luister, plug je plan tot uiterlijk 14 februari 2013 op stadsinitiatief.nl. Heb je een leuk idee? Wil je onze stad Rotterdam leuker, gezelliger of bruisender maken? Geen probleem. Stadsinitiatief.nl kun je al jouw ideeën pluggen en je wordt begeleid. En als er op jouw plan gestemd wordt, dan ben jij de winnaar. Ga nu naar stadsinitiatief.nl, plug jouw plan. Ik ga het ook doen, want 2,5 miljoen. Ik weet wat ik ermee ga doen, maar dat vertel ik je niet. Iedereen kan een plan indienen. Het enige criterium is dat het moet gaan over Rotterdam. Het moet iets zijn voor Rotterdam. Vanwaar dit initiatief? Omdat het zo belangrijk is dat we als Rotterdammers laten zien dat we goede ideeën hebben, goede plannen hebben en die ook zelf willen realiseren. Hé, maar wethouder, vertel mij nou even. Ik bedoel, overal wordt bezuinigd, er is geen geld. Hoe kom je aan die 2,5 miljoen? Ja, de begroting van Rotterdam is een paar miljard. En we hebben een klein potje. Het is nog altijd heel veel geld. Een paar miljoen is heel veel geld. Maar op die hele begroting van een paar miljard is het natuurlijk toch een relatief klein potje. Apart gezet voor echt het allerbeste initiatief van Rotterdammers zelf. Wat maakt een plan nou een goed plan? Nou, de jury kijkt heel nadrukkelijk naar of het plan ook echt de potentie heeft om heel veel Rotterdammers te kunnen bereiken. Jury? Ja, dus de mensen die ook echt de beoordeling gaan doen wat de beste plannen zijn, die ook echt ter stemming worden gebracht. Want niet alle plannen zullen in de stemming een rol spelen. Uiteindelijk worden er 5 geselecteerd. En waarop gaat de jury letten? Nou, ze gaan in ieder geval letten op of het echt potentieel heel veel Rotterdammers zou kunnen bereiken. Ze kijken ook naar, voegt het iets toe? Is het iets wat nog niet in de stad aanwezig is, wat ook echt iets toevoegt, wat echt anders is? En ze zullen ook kijken naar een beetje kosten-batenverhouding. Zijn het bedrag wat erin gaat, wat komt daarvoor terug? En is dat een beetje in verhouding met elkaar? Maar stel dat ik niet weet hoe ik een plan moet opstellen, word ik daarin nog begeleid? Ja, er lopen hier heel veel ambassadeurs rond en die zijn ook op de site te vinden. Dat die zijn te bellen, die zijn te mailen. En die zijn zeer bereidwillig om mensen te helpen. Ook te helpen aan netwerken. Soms te helpen na te denken over hoe ook andere financieringen te krijgen valt. Dus wat dat betreft zijn er heel wat hulptroepen aanwezig. De stad waar jij woont kun je leuker, bruisender en gezelliger maken. Kom met een leuk idee. Er is voor jou 2,5 miljoen. Ga naar stadsinitiatief.nl.